Deze wedstrijd wordt u aangeboden door Van Heugt Transport. Sportpark De Breeoost maakt zich op voor een thuiswedstrijd van Scherpenzeel. Tegenstander is vandaag Longa 30 uit Lichtenvoorde, van de welbekende Zwarte Cross. De thuisploeg is nog ongeslagen in de vierde divisie. Kunnen ze deze reeks doorzetten? Abonneer vooral even op dit kanaal. Doen hè? Longa komt goed uit de startblokken. Voorzet draait in vanaf links. Daar is doelman Stef Rommel. Oei, Stef jongen. Hij zit mis. En dan via de paal is het een koud kuntje voor Thomas Kerperien om de 0-1 te maken. Geen beste start voor de blauw-witte. Olivier Poulon met een actie op links. Legt de bal terug op Pernelli Bia. Timo Jochsen wordt gevonden. En u weet hoe hij kan uithalen. Deze keer is het geen prijsschieten op de kermis. Longa weer in de aanval. De gasten zijn op de brommer. Steekpaas op nummer 12. En daar is Stef met een lekkere redding. Wat zouden we toch zonder hem moeten. Murat Marbou met een heerlijk wippertje. Kan Pernelli hem controleren? Helaas niet. Zonde zeg, hier had meer ingezeten. Het is bijna rust, maar niet in het veld. Eerst moet Olivier, net weer hersteld van de blessure, eraf. En ho is. Wat pakt Stef hem daarna toch weer goed? De tweede helft is begonnen. Lars ten Tije en Pernelli stelven door de lucht. Het zijn net Brazilianen. Is dit geen penalty? Blijkbaar niet, oordeelt de scheids. Lars krijgt hier een schoen tegen zijn kop. Wat gaat de scheids beslissen? Indirecte vrije trap is het antwoord. Frustratie langs de lijn om deze beslissing. Wat is dit, jongens? En dan is daar moment 3 waarbij de scheids een belangrijke beslissing moet nemen. Het is niet voor niets de week van de scheidsrechter. Barry achter de bal en hij schiet ijskoud raak. 1-1 en we zijn weer terug in de wedstrijd. Dat is een goudje. We zijn niet alleen terug in de wedstrijd, we pakken hem gelijk bij zijn strot. Mark de Graaf schiet geweldig raak en zet het op een 2-1 voorsprong. Erop en erover voor onze mannen. De aanvoerder van Longa legt aan voor een vrije trap. Zo, daar is Stef met een superman duik. Hij maakt er een hoekschop van. Ongelooflijk! Jezus! Heerlijk. De wedstrijd is nog lang niet gestreden. Maar Lars denkt daar anders over. Goede voorzet vanaf linkse. Yes, yes, yes. Daar is hij weer. Pernelli Bia. Thuiswedstrijd van Scherpenzeel betekent een goal van onze nummer 10. Hij maakt de belangrijke 3-1. Slotfase breekt aan en Stef wil het nog even spannend maken. Gelukkig loopt dit goed af voor de blauw-witte. Ook Longa komt goed weg. Corné maakt hier een goal, maar het is buitenspel. Scherpenzeel had het lang lastig met de bezoekers uit Lichtenvoorde. Maar wist, zoals onze pupil van de week Milou al voorspelde, met 3-1 te winnen. Volgende week wacht de topper tegen VVOG in Harderwijk. Een kans op de koppositie en het verlengen van de ongeslagen reeks wacht ons dan.